Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt boven een deel van Nederland bewolking en in het noorden en noordwesten vallen zware onweersbuien. Dan is het even droog met wat opklaringen en de zon schijnt dan af en toe en die onweersbuien trekken via het noordoosten weg. Maar goed, lang duurt dat niet, want aan het eind van de ochtend dienen zich de volgende exemplaren aan in het zuidwesten van het land. En die trekken dan in de middag geleidelijk naar het oosten. De kans op regen en onweer is het kleinst in Zuidoost-Nederland, daar wordt het 31 graden. In de rest van het land wel hagel, onweer, zware windstoten en in korte tijd veel regen. Ook vanavond nog, hoewel de buien dan langzaam minder actief worden en de temperatuur voorzichtig daalt naar zo'n 5, 26 graden. Maar na een tropische nacht wordt het morgen 22 tot 26 graden. Er valt vooral in het oosten nog een onweersbui. In de rest van het land is de kans op neerslag kleiner. De zon schijnt af en toe en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. De temperatuur gaat in het weekeinde omlaag naar zo'n 20 graden. De kans op een bui blijft, hoewel die niet groot is. En er ook wel ruimte voor de zon is tussendoor. De wind zit hoofdzakelijk in de noordwestelijke richting. Een zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.